Natuurliefhebbers zijn tegen kitesurfen bij de Pampushaven in Almere. Dat laat Dierbaar Flevoland weten in een persbericht. Het is een reactie op de petitie die door kitesurfers is georganiseerd. Volgens de surfers wordt het kiten al bijna 10 jaar gedoogd bij de Pampushaven en is het de beste plek van Flevoland. Maar volgens vogelliefhebbers is deze plek geen optie. Ja, dat heeft te maken met het gebied wat je hier ziet. Het is namelijk een beschermd natuurgebied. En beschermd wil zeggen dat het ook echt beschermd moet zijn. En dat gaat met name om de vogelsoorten die hier leven. En hier rusten en ruien en voedsel zoeken. En dat speciaal op dit gebied is dat is een hotspot voor de vogels. En ook heel belangrijk in de bescherming van de soorten die hier moet plaatsvinden. De kitesurfers hebben ruim 700 handtekeningen opgehaald en hopen dat er iets voor hun wordt gedaan. Bij de Pampushaven is de wind vaak beter dan op de aangewezen plek bij Almere Poort. Die plek is volgens de surfers niet veilig door een hoge rotsdijk en valwinden. Maar volgens Marius Boescholte van Dierbaar Flevoland is de plek bij Pampushaven slecht voor de natuur omdat de kitesurfers de vogels verjagen. Een kite is het Engelse woord voor roofvogel. En ja, die kite is ook echt net een roofvogel voor de eenden die hier zitten. Want ze zijn fel gekleurd. Ze lijken er ook een beetje op. Maar ze maken ook nog hele onverwachte bewegingen. En die combinatie maakt dat ze extra verstorend zijn voor de vogels. Die schrikken daar erg van, vliegen op. En ze hebben er juist zoveel rust nodig. Daar is het gebied ook juist voor bedoeld, voor rust. Voor deze dieren die beschermd worden. De laatste tijd wordt er bij de Pampushaven gecontroleerd en kunnen surfers een boete krijgen van €230.